Iedereen kent natuurlijk de zeehond. Prachtige zeezoogdieren die je vaak kunt zien in het Waddengebied. En niet iedereen weet dat er hier twee soorten zeehonden leven. De grijze zeehond en de gewone zeehond. De gewone zeehond is de kleinste en te herkennen aan een kleine ronde kop. De jongen worden in de zomer geboren en kunnen al meteen meezwemmen met hun moeder. De grijze zeehond is veel groter en zwaarder dan de gewone zeehond. En heeft een kegelvormige kop. Jongen van de grijze zeehond worden in de winter geboren. En de jongen daarvan blijven de eerste weken op een strand of wadplaat liggen. Ze hebben een lekkere dikke vacht. Op het land zijn zeehonden een beetje onhandig en traag. Maar in het water zijn ze juist heel snel en behendig door een aantal slimme aanpassingen. Een goede stroomlijn voor de snelheid. Hele gevoelige snorharen die de kleinste bewegingen kunnen voelen. Om in troebel water toch prooidieren zoals vissen te kunnen vangen. En neusgaten die sluiten onder water. En alleen boven water openen om te ademen. Zeehonden kunnen wel 20 minuten onder water blijven. En ze hebben natuurlijk een flinke speklaag voor de warmte. Het gaat nu goed met gewone en grijze zeehonden. Er waren er door vervuiling van het water veel minder. Maar nu leven op dit moment ruim 30.000 dieren in de hele Waddenzee. Als we de zeehonden goed met rust laten, hebben ze een heerlijk leven in het Waddengebied.